Karel Verheijen, zijn Olympische droom voor Vancouver is over. Hij werd tweede bij het OKT 2. Jan Blokhuizen pakte het Olympisch ticket. Is Karel Verheijen het slachtoffer van het selectiesysteem geworden? Ja, zo voelt het wel. Dat is ook zo, denk ik. Dat hoor ik om je heen. Alleen ik heb er niks aan. Ik ga niet naar Vancouver. En daar heb ik anderhalf jaar, twee jaar heel hard voor gewerkt. En dat is gewoon heel vervelend. Heel veel offers heb je ervoor opgebracht. Ja, en dat mag ook en dat is ook mooi. En je mag ook iets naleven wat je heel, heel graag doet. Alleen dat wil je wel graag beloond zien worden met een goede rit in Vancouver. Alleen ik mag er niet eens rijden. Je had vandaag ook alles tegen. Eerste rit, slecht ijs. Niemand wist dat eigenlijk. Nee, je verwacht gewoon niet dat dit de tijden zijn waarmee je een AKT wint of een AKT 2 wint. Of hoe dat ook mag heten. Je hebt geen tijd waar je op kan richten. Je hebt geen idee hoe snel het ijs is. Wat ik net ook al zei, de 1000 meters had ik ook nog niet gezien. Of die kwam pas daarna. Dus je gaat er gewoon volle bak in. En achteraf had ik misschien ietsje minder hard moeten rijden. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik mezelf dat niet kan verwijten. Dat ik niet te hard ben gestart. Nee, maar de laatste ronde kan je wel verwijten volgens mij. Want dat ging niet al te rooskleurig. Ja, ik zat 10 ronden. Na 10 ronden zat ik er gewoon volledig doorheen. En misschien als je wel het gevoel had dat je alles uit het ijs haalde. Dat je misschien mentaal ietsje meer had gekund. Maar het was op. Het lichaam was klaar. En houd het op. Hoe nu verder? Geen idee nog. Eerst maar eens overleggen. Vandaag naar huis. En kijken we wel verder. World Cup finale? Dat is nog een reële mogelijkheid. Die de mensen om me heen zeggen dat ik die wel zou moeten rijden. Alleen staat mijn hoofd er nu nog niet even naar. Je hebt het wel gehad. Ja, dus even wachten. Heel veel verdriet. Ja, het doet wel pijn, maar dat hoort bij sport.